goedemiddag. Met wie spreken wij? Ik spreek met Roos. Dag Roos, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Wat kan Jackie voor je betekenen? Eigenlijk wil ik weten wat er in korte termijn voor mijn gezin moet. Ja, oké. Okay. Ja, nou, ja. Ik wens je een mooi concert. Ja. Ik zit te kijken of ik nu alleen in beeld ben, ja. Goedemiddag, Roos. Hallo. Hi. Hi. Ik voel een hele lieve, warme vrouw en ik voel een ander stukje wat niet happy loopt. Klopt dat? Ja. Weet je, je bent helemaal lief en gelukkig en gezellig en alles erop en eraan. Maar er is een klein stukje en dat blokt je. En dat heeft te maken... Jezus, meid. Het heeft te maken met emotie, klopt dat? Ja. Ja, oké. Okay. Het is net of je wankelt. Oké, je bent thuis. Ik zoom even in op jou. Je bent thuis, voel jij je heilig en veilig, klopt dat? Thuis? Ja. Nee, niet wow, je voelt je veilig daar, of niet? Ik voel me oké, ja. Oké, dat is heel belangrijk, hè? Ja. Want het eerste stukje waar je mee begint, dat is dat je je prettig voelt, veilig voelt in je eigen huis. Oké, waarom zeg ik dit? Omdat ik heb ook wel eens mensen aan de lijn en die voelen zich... Oké, en dan dat is een ander stuk. Maar dit voor jou is het eerste stukje wat heel belangrijk is. Ik krijg een schrift te zien met schrijven. Heb jij dingen opgeschreven over de laatste 2,5 jaar, 1,5 jaar? Nee? Oké. Okay. Dan is het een goed plan als je pak een schriftje of een bloknoot. En ga eens schrijven vanuit je eigen, ik noem het dan, schrijf zonder te denken. Ja? Ja. Dat denken, dat doe je al genoeg. Nee, niet meer denken. Je pakt pen en papier en laat maar gaan. Laat het maar gaan wat je schrijft. Gooi het er maar uit, zet het op papier. Als je uitgeschreven bent, zou het niet eens teruglezen. Want het zit in jou wat je eruit hebt gegooid. Ja, en een ander medium waar ik wel eens contact mee heb, die zegt altijd van steek het eraan de fik, want dan wordt het opgenomen in de wolken. Dat hoeft niet, dat mag wel, je moet niks. Ik wil dat je jezelf bevrijdt. Nu februari. Het is al 4 maanden eigenlijk van binnen bij jou dat je denkt van en nu, klopt dat? Ja, dat is eigenlijk al langer dat ik zoiets heb van en verder, maar ik word steeds geblokt. Ja, oké. Okay, maar de laatste 4 maanden is dit sterker aanwezig, omdat je elke keer dacht, komt wel goed, komt wel goed. Het komt ook goed. Op zee. Ja. Oké, okay, nou is februari, luister lieverd, waarom, hè, als je in je bed ligt en het stormt zoals vorige week, waarom hebben we nu mega wind en storm? Om alle oude dingen... Wat opgelost mag worden van oude energieën en niet prettige stukjes mag allemaal mee in de wind naar boven. Oké, okay. Laat je gedachten ook meegaan met de storm. Ik ga je een advies geven. Het gaat weer even flink waaien in Nederland, dat komt weer, nog deze maand. Ik adviseer aan jou, doe een goede jas aan, lekkere schoenen en ga naar buiten als het stormt. Ja, en laat dan eens even alles eraf waaien en eruit waaien en kom dan thuis... Ja, in je heilige, veilige huis. En pak dan eens die pen en papier en schrijf dan eens even alles van je af. Want er komt een nieuwe frisse wind. Februari ben je nog steeds... Het loopt niet. Maart word je rustiger in je gedachten. April sta je klaar om uit te breken. Ja? Want dan ben je het zat om zo te blijven zitten. En dan de 3 maanden daarna komt er nieuwe energie... Ik ga je vertellen, het licht en het zonnetje komt jou weer tegemoet. Je kracht komt terug en wat er geweest is, is verleden en dat laat je achter je. Je gaat niet meer achterom kijken en je gaat in je eigen energie en je kracht staan. Want je bent altijd een heel lief en goed mens geweest en het goede gaat jou helpen. Geloof jij hierin? Ja. Ja. Wat let je? Zeg me nu waar je pijn zit. Waar zit je pijn? Waar zit je angst? Daar zit je angst, ja, meer bij de kinderen denk ik en dus het verleden zeg maar. Oké, okay. Het verleden, hoe het ook liep, is om te leren. Ja. Ja? Kun je
eigenlijk in of dat goed gaat? Het gaat heel goed. Er zijn wel papieren, maar die schrijf ik zelf niet. Het is allemaal... Het is zoveel werk. Weet je wat je valkuil is? Nou? Je weet niet eens waar je moet beginnen. Het is zoveel dat je lam geslagen bent. Maar dat is wat mijn ex doet. Die is altijd het een of het ander op je bord krijgt. Ja. Ja, en dan wil ik zeggen, doe communicatie en praat het samen uit, want zo werkt het niet hoe het nu loopt. Je bent totaal lam geslagen. Maar dat is juist het probleem. Het is niet iemand die open en oprecht is. Het is iemand die gewoon... Maar, en dan ben ik heel... ...opricht en alles doet. Ja, maar ik ben heel streng. Je hebt twee kinderen van hem, klopt dat? Ja. Twee? Was hij dat al niet toen je hem leerde kennen? Ben jij door al jouw liefde en jouw zorgzaamheid, heb je dat helemaal niet kunnen zien? Ja, ik was zelf niet in me zitten, dus ik heb dat nooit aangenomen. Mensen die aardig doen, wil niet altijd zeggen dat ze aardig zijn. Maar het bonuscadeautje is, je hebt twee prachtige kinderen gekregen. Eén ding, en dat telt voor alle vaders en moeders in Nederland die nu kijken. Laat nooit een kind de dupe zijn. Ja? Over alle ellende en agressiviteit en... Weet je... Laat de kinderen niet de dupe zijn. Ja, de kinderen zijn de toekomst. En laat de ouders gewoon normaal doen. Hoe ze ook tegenover elkaar staan. En nooit waar kinderen bij zijn. Ik zie het schrijven, waar ik al het eerste mee startte. De papier, de pen, schrijven, dan is het van je af. Je bent totaal lam geslagen. Ja, en daarom wil ik, als het stormt, ga in die storm lopen. En je krijgt antwoorden van boven. Hoe erg het ook is wat hij jou aandoet met zijn woorden en zijn gedrag. Wat zeg je? Wat hij de kinderen aandoet. Ja, maar dat ja. is het meer, hè? Oké, de kinderen wonen bij jou? Gedeeltelijk. Ja, dat is een co-ouderschap? Nee, hij heeft geen gekregen, never. Nee, maar kan je de boosheid naar je ex vergeten? En kan je gewoon Ik ben wel ziek. Zeg het nog eens. Die man die is ziek, maar goed, ik heb geen zin om dat allemaal weer... Oké, en weet je, ik heb er ook geen zin in. Die man, laat die man waar die is. Je hebt hem gekozen als de vader van je kinderen, dat is één. Ja? Het tweede is, hou op met die man. Je hebt je kinderen gedeeltelijk grotendeels bij je. Ja? Als mama altijd maar loopt te malen in de hoofd over alle ellende wat die ventje aandoet. Jackie, ik vind het eigenlijk niet echt lekker lopen nu, hoor. Oké. Ik kom te dichtbij. Oké, dan laten we het zitten. Nee, ik kom niet dichtbij. Ik heb zoiets van... het voelt niet goed. Dit gesprek voelt niet goed of die ex voelt niet goed? De wending die het gesprek nu neemt. Oké, alle respect voor jou. Ik wil dat je gewoon die lieve vrouw... Ik wil dat achter me laten. Ik wil verder. Goed zo. Er zijn dingen waar je niet omheen kan. Aha. En ik wil ver gaan. Want je zegt dat de kinderen daar de dupe van zijn. Ben je dan nog een hele blije moeder naar ze, omdat je gewoon niet geblokt bent? Even eerlijk. Natuurlijk zitten die dingen erbij. Oké, lever je kinderen. Maar als je niet anders kunt, dan moet je met die middelen doen. Ja, het is heftig. Ja. En je bent niet de enige. Het is heel heftig. Ja, en dan soms is het niet goed als een vader in de buurt is. Klopt. Nee, dat mag klopt. Ik zeggen dat je hartstikke gelijk hebt? Daar wil je een beetje op letten. Oké. Ja, okay. Jackie probeert je verder te helpen door... Ja, dat snap ik, maar daarom zeg ik ook dat ik moet stoppen, omdat ik het te algemeen vind worden. Okay. En ik heb zoiets, dit is gewoon niet algemeen. Nee, het is nooit iets. Het laatste wat ik tegen je wil zeggen, want je bent een lieve vrouw, dat is het eerste wat ik zei. Omdat jij zo lief bent vanuit je ziel en je hart, had je nooit verwacht, ik word er zelf emotioneel van, had je nooit verwacht dat dit jou had kunnen treffen. Ben je eens? Ik heb het nooit gezien, ik zag alleen... Nee, dat komt alleen omdat jij goed bent. Oké. En ik vind je dapper en je bent een goede moeder en strijd ervoor alleen maar met liefde. Want je kan het niet winnen met wapens. Oké? Nee, ik wil ook niet met wapens winnen. Nee. Weet ik. Hou de liefde in je hart. We moeten het helaas afronden nu. Ja. Ja. Uiteraard wens je weer heel veel. En mijn excuus als ik te dichtbij kom of iets zeg. Weet je... Het niet te dichtbij komen, maar het is dat het niet goed voelt. Nou, oké. Nee, we gaan het hier nu bij laten en heel veel sterkte gewenst. Jullie ook, fijne dag verder. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Jij ook, Jackie. Dankjewel. Doei.